lullen over bezuinigen. Maar jou pakken ze bij je taas, hoor. Laten ze zelf eens een keer bezuinigen, hè? Zo is dat. Laten ze zelf maar eens een keer bezuinigen. Ja, waarom moeten wij altijd eerst bezuinigen, hè? Laten ze zelf eens een keer bezuinigen, hè? Iedereen moet bezuinigen, behalve hun niet. Nou, laten hun dan maar eens beginnen met bezuinigen. Die zitten op de luie krent in het Europese pleurisparlement. En die zeggen dan dat wij moeten bezuinigen. Nou, laten ze zelf maar eens een keer bezuinigen. En waarom moeten wij bezuinigen? Om meer over te houden. Voor hun de grote Mercedes. Ja, kom, zie ik zo bleek soms. Als we nou eens beginnen met de grenzen dicht te gooien, hè? Juist. Grenzen dicht. En bezuinigen. Tot de blanke werkelozen weer eens aan de bak in de komen. Ah, joh, het legt toch ook aan de mensen zelf. Ik ben al 5 jaar werkeloos. Maar dan hoor je mij toch niet over kankeren, Tedje. Nee, als je behalve je uitkering gewoon maar een beetje op tijd op point bent. En natuurlijk een beetje klaar laten wapperen. Ik bedoel, als een andere oude hoer over de 35-urige werkweek. 35 uur, dat zeggen ineens 2 hele dagen meer. Ik maak als werkeloze weken van 80 uur, hoor. Net zo makkelijk. Laten ze zelf maar eens een keertje beginnen met bezuinigen. En mag ik dan misschien een eigen autootje rijden? Zo. En mag ik dan misschien 3 weken mijn rug leggen bij Niedorp? Laat ze jezelf maar beginnen met bezuinigen, hè? Als je maar altijd op tijd op de point bent. Hé? Je moet wel verdienen. Dat is allemaal toch geld bijvoorbeeld. Of thuis een pakje. Gewoon een kleinigheid. Klokkie, hangertje. Als je dat op tijd op de point verkoopt, hou je toch een paar waspissen nodig. Waaraan? Waaraan? Om de hardcores. Hardcores? Welke hardcores? Hier hoor, welke hardcores vraagt u? Ik wil niet zeggen dat jij zonder goud in huis hebt. Ik? Goud? Hier, maar heen maar juwelen zeker. Kom, goud. Nee, jij hebt nog goud in huis. Ja, jij hebt nog goud in huis, Kenis. Hé? Oh. Zo. Ja. Nee. Ja, kom. Kijk wat de aansprijs is. De aansprijs is momenteel 4,3567, maar zakt als een oude onderbroek. Nou, vlug wezen dan. Vlug wezen. Het is een beetje gevoelig. Trekken. Lul niet. Ja, trekken. De hele rotzooi eruit. Nou, kom. Zeg, ken je mee? Als ik niet mee. Ja, ik mee. Ja. Even vliegen. Gaan we nou, spoelt u maar. Kijk, dat is een leuke jongen, Van Es. Dat is een doodgoede knul. Maar voor de goudhandel is hij natuurlijk niet op de point genoeg. Dus ik haal zijn tandje nog een weekje bij me. Want die maakt een beetje herstellen. Kees? Hé? Kees? 70 gulden. Kan het geen minuut later op de komen? Zo. Geen minuut later. Jacob, ze voor jou. Nee, pak af. Nee, voor jou. Pak af. Voor jou. Nee. Van Es, je had toch zo'n omaatje met 4 van die gouden voortanden? Je bedoelt dat omaatje met de gouden brilletje? Ja, en die gouden hangers. Ja, dan moet je wel hier keren. You